Tegenwoordig, als je boodschappen doet en je komt thuis met groente en fruit, dan is het 9 van de 10 keer nog helemaal niet rijp. Nou, ik werd er helemaal gek van. Ik heb net een lekker paprikaatje gehaald en het zag er mooi rood uit. Draai hem om, zie je dat hij nog gewoon hartstikke groen is en geel. Vandaag ga ik jou laten zien bij Handig hoe je ervoor kan zorgen dat dit binnen een paar uur rijp is. En niet alleen groente, maar bijvoorbeeld een kiwi die nog keihard is. Kijk even mee. Maar voordat het zover is, wil ik eerst even vragen om je te abonneren op ons kanaal. Dat kan je even doen door rechts onderin te klikken. Gaan we nu door naar de tip. Oké, wat heb je hiervoor nodig? Natuurlijk de groenten en fruit die je graag rijp wil laten worden. Een banaantje. En gewoon een krant. Een simpele krant. Als het maar van dat echt krantenpapier is. Dus niet van dat plastic papier, maar echt krantenpapier. Nou, het werkt heel erg simpel. Je doet namelijk de groenten en de fruit gewoon samen in de krant. En daarnaast leg je een banaantje. Het klinkt als een hele rare goocheltruc. Is het misschien ook wel een beetje. Maar een banaan zorgt ervoor, in combinatie met een krant, dat groente en fruit heel erg snel rijpt. En eigenlijk hoe dunner het velletje om de groente of fruit is, hoe sneller het gaat. Dus houd ook goed in de gaten, want dit kan echt binnen een uurtje al helemaal rijp zijn. En je wilt natuurlijk niet dat het overrijp wordt en dan zacht en vies. Dus hou hem goed in de gaten. Tot slot vouw je de krant gewoon dicht. Tot slot. Nou, ten slotte vouw je de krant dicht. Gewoon op deze manier een beetje om de groente en fruit heen. En laat je het even staan. Wat ik al zei, controleer het regelmatig, want je wil natuurlijk niet dat het overrijp wordt. En geloof mij, binnen nu en 3 uur is dit gewoon hartstikke rijp. Nou, het heeft nu dik een uur gestaan. En zelf denk ik dat die paprika eigenlijk nog niet helemaal rijp is. Maar de kiwi heeft een net wat dunner huidje, dus wellicht dat hij wel ook waar is. Gaan even kijken. Oké, we zijn een paar uur verder en nu is het tijd om te kijken of het heeft geholpen. Of de fruit en groenten rijp zijn geworden van de krant en de banaan. Dus, check maar. Even te beginnen met de kiwi. Die is gewoon helemaal zacht geworden. Die heb ik eigenlijk iets korter moeten doen, want die is nou wel heel erg zacht. Maar dat betekent wel dat het heel goed werkt. En de paprika ziet er ook goed uit. Die is al een stuk minder geel en groen. Nog een klein beetje, die moet nog eigenlijk iets langer. Maar zoals je kan zien werkt het hartstikke goed. Dit heeft 2 uurtjes geduurd. En die kiwi had eigenlijk na een uurtje al eruit gekund, denk ik. En het stukje groente kan nog wel eventjes. Dus die leg ik nog even weg. Helemaal ongemakkelijk van jou, weet je. Vond jij deze video nou handig? Abonneer dan eventjes. Laat ook een leuke reactie achter en like deze video. Zit je zelf nog met een probleem? Laat dan eventjes weten, ook in de reacties. Want dan gaan wij voor jou aan de slag. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig!